Er zijn de laatste maanden veel nieuwe beleggers bijgekomen. Dat komt natuurlijk vanwege de coronacrisis. Toen gingen de koersen flink omlaag en veel mensen willen daarvan profiteren. En we zagen ook sinds de crisis dus een enorme toestroom van nieuwe beleggers. Dit zijn allemaal mensen die graag willen profiteren van deze lagere koersen. Hun spaargeld eigenlijk aan het werk willen zetten, daarmee geld willen verdienen. Maar als je als beginnende belegger een paar fouten maakt, dan kan het je juist heel erg veel geld kosten. En daarom wil ik juist in deze video gaan kijken naar 4 veel voorkomende fouten. Fouten die ik ook nog vaak eigenlijk tegenkom in onze community en de reacties onder deze video. Dus ik hoop dat ik je hiermee kan helpen. Dat ik je eigenlijk kan laten leren om deze fouten niet te maken. Omdat je op die manier dus meer geld gaat verdienen en juist niet in het begin heel veel geld gaat verliezen. Best wel veel leuke en belangrijke informatie denk ik ook wel. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. We gaan in deze video dus kijken naar 4 veelgemaakte fouten. Maar eerst wil ik nog even terugkomen op die wachtrij. Een van de grotere wachtrijen is bij de Giro, een heel erg populaire broker binnen onze community en ook mijn favoriete broker. Deze hebben dus op dit moment nog een wachtrij en mocht je op die wachtrij staan, wat ik heb kunnen uitmaken, dus van de mensen die mij hebben geholpen via Instagram door elke dag te zeggen op welke plek ze staan, dat er gemiddeld dat je 1200 plekken per dag opschiet. En ik hoop dat je op die manier een beetje kunt uitrekenen wanneer je aan de beurt bent en wanneer je wordt toegelaten. Heb je nog geen account bij de Giro, wil je beginnen met beleggen? Ja, zoals gezegd, de Giro is mijn favoriete broker en een link van de Giro vind je trouwens onder deze video. Gaan we dan kijken naar de eerste veelgemaakte fout en ook wel een best wel grote fout lijkt mij. En dat is kopen wat andere mensen kopen en juist ook alleen om die reden iets kopen. Zien dat een ander persoon een aandeel koopt en vervolgens denken van oh, die zal wel onderzoek hebben gedaan, die weet waar die in belegt. Laat ik ook kopen zonder zelf het onderzoek te doen. Ik denk dat dat nog vaak gebeurt. Ik maak ook elke maand een video met interessante aandelen van die maand. Aandelen die ik bijvoorbeeld in het nieuws heb gezien, waardoor ik denk van oh, dat is misschien wel interessant om onderzoek naar te doen. Dan doe ik een klein beetje onderzoek daarnaar om te beslissen of ik meer onderzoek moet gaan doen en mogelijk eventueel dus te investeren in zo'n aandeel. Maar ik denk dat heel veel mensen dan bijvoorbeeld mij volgen of misschien ook andere mensen volgen en omdat andere mensen dus een aandeel kopen, zelf het aandeel kopen. Want zij gaan ervan uit dat wij meer onderzoek hebben gedaan al, dat wij meer kennis hier van dit soort dingen hebben en dat klopt vaak ook wel. Maar wat ze vergeten is dat wij een ander profiel hebben eigenlijk. Wij hebben misschien meer of minder te besteden misschien om te beleggen. Wij willen misschien een ander risico nemen. We hebben al andere beleggingen en kunnen daardoor met dit aandeel misschien meer rendement maken, maar ook meer risico nemen. En dat wil dus niet zeggen dat wij dezelfde personen zijn. Dat het aandeel wat ik koop, dat het ook slim is voor jou. En daarom zeg ik ook altijd, doe zelf je onderzoek. Investeer wat van je tijd. En dat hoeft niet per se te zijn dat je jaarverslagen of kwartaalrapportages gaat kijken. Maar je kunt misschien ook gewoon op YouTube filmpjes kijken van Nederlandse kanalen, Engelse kanalen en haal daar je informatie vandaan. Want vaak in dat soort filmpjes wordt heel veel informatie samengevat, worden de belangrijkste dingen eruit gelicht en kun je best dus al een goed beeld krijgen van een bepaald aandeel. En misschien kom je dan wel tot dezelfde conclusie als iemand anders, maar dan heb je in ieder geval wel zelf je onderzoek gedaan en dat is juist belangrijk, want het is ook geld dat je zelf hebt verdiend, waar je hard hebt voor moeten werken. Dan is het denk ik ook wel verstandig om in ieder geval te gaan kijken, is het verstandig om een bepaald aandeel te investeren? Want natuurlijk wil je rendement maken, maar je wilt ook wel niet te veel risico lopen. Een voorbeeld van een aandeel waar dat waarschijnlijk gaat gebeuren is Nikola. Daar heb ik vorige week een video over gemaakt. Dit is een bedrijf wat pas naar de beurs is gegaan en eigenlijk al met een omzet van nog geen 500.000 werd het bedrijf op de beurs in ieder geval gewaardeerd voor meer dan 30 miljard. Het is een bedrijf met alleen maar ideeën. Heel veel ideeën lijken eigenlijk op wat Tesla nu doet. En mensen willen denk ik daarom investeren op dit moment in de hoop dat het net zoveel waard wordt als Tesla. Tesla is kort geleden, hebben ze de $1000 per aandeel aangetikt. Terwijl dit aandeel zo rond de $50 tot $70 zit. Dus mensen hopen eigenlijk dat voor $50 tot $70 een aandeel te kopen wat over enkele jaren, net zoals Tesla, misschien wel $1000 waard is. En afgelopen week zijn er statistieken van Robinhood naar buiten gekomen. Dit is een beleggingsapp in Amerika. En dan specifiek over dit aandeel gaan we daar kijken. Dan zien we dat begin van de grafiek, begin juni, nog niemand aandelen had. Dat is het groene lijntje. En de koers is trouwens het roze lijntje, zeg maar. Dan gaan ze naar de beurs. Dus mensen kunnen het kopen. En al vrij snel binnen een paar dagen zijn er 40.000 mensen die het aandeel hebben binnen Robinhood. En dat blijft dan weer constant. Totdat het aandeel op de 8e ongeveer, iets, ja, op de 8e juni, in één keer flink omhoog gaat in koers. En op dat moment gaan ook in één keer heel veel mensen het aandeel kopen. Juist waarschijnlijk dus omdat het zo hard stijgt. En dan in een paar dagen tijd zijn in één keer 100.000 mensen extra in het bezit van dit aandeel op Robinhood. En zien we dus een stijging van 40.000 naar 140.000 mensen die dit aandeel hebben. En dit is wel opvallend, want Trevor Milton, de CEO of de ex-CEO van Nikola, had toen gezegd,
dat in een tijdje van de beursgang dat er in één keer 300.000 nieuwe beleggers waren. Nou, 100.000 daarvan komen dus al alleen van deze app. En Robinhood heeft in het eerste pagina van het app, het eerste scherm, daar zie je de stijgers en de dalers van die dag. En ik verwacht dan ook dat juist omdat het aandeel hard gestegen is en mensen zien dus misschien wel 30% rendement op een dag. Een bepaalde dag was het aandeel bijna verdubbeld. En mensen willen dan ook dit aandeel hebben om te hopen dat het nog een keer zo stijgt. Doen dus zelf geen onderzoek, maar kopen puur wat iedereen al koopt. Hetzelfde aandeel in de hoop dat ze mee kunnen liften. Maar je zult dan zien dat op lange termijn natuurlijk het aandeel weer in waarde daalt en mensen dus geld gaan verliezen. En ik denk dat dit echt een goed voorbeeld was als we die grafiek keken. Dat niemand het aandeel eigenlijk wilde. Een paar dagen lag het stabiel. Maar in één keer als de prijs stijgt wil in één keer iedereen het aandeel hebben. Terwijl het eigenlijk heel raar is. Want als je naar de winkel zou gaan en een broek is de hele week 50 euro. En je komt in het weekend en hij is 100 euro. Ga je dan in één keer die broek kopen? Ik denk het niet. Gaan we dan door naar de tweede fout. En dat is goedkope aandelen kopen. Want als een aandeel goedkoop is wil nog niet zeggen dat het ook een goede koop is. Dat heeft natuurlijk te maken met de waardering van een bedrijf. Stel een bedrijf is 100.000 euro waard. Nou, dan kunnen ze ervoor kiezen om bijvoorbeeld 1000 aandelen uit te geven. Dat betekent dat dan elk aandeel 100 euro waard is. Ze kunnen er ook voor kiezen om 100 aandelen uit te delen. En dan wordt dus elk aandeel vertegenwoordigd een waarde van 1000 euro. Dus waarom zou dan het ene aandeel interessanter zijn die van 100 euro dan het andere aandeel van 1000 euro? Het is dus een andere koers, maar nog steeds hetzelfde bedrijf waar we het over hebben. Dus baseer niet je aankoop op de prijs van hoeveel heb ik deze maand te besteden. Oh, dan kan ik alleen maar goedkope aandelen kopen. Misschien is het verstandiger om iets meer te sparen, iets langer te wachten en dan een goed aandeel te kopen wat misschien net iets duurder is, maar wel van een bedrijf wat een goede waardering heeft. Want zoals ik al zei, ik denk dat er veel nieuwe beleggers zijn bijgekomen, juist omdat de beurs 20-30% onderuit ging, dat veel aandelen nog veel harder onderuit gingen, soms wel 60-70-80%. En dat de momenten waren dat mensen dachten, oh, nu zijn aandelen heel erg goedkoop, laat ik vooral deze aandelen kopen. Maar dat deze aandelen zo'n flinke klap krijgen en zo laag gewaardeerd staan, wil niet zeggen dat ze dan, wanneer de crisis weer voorbij gaat, ook in één keer teruggaan naar het oude niveau. Dat ligt een beetje aan de sector. Kijk bijvoorbeeld naar banken, verzekeraars, de oliesector, maar ook vastgoed. Die hebben nog steeds heel erg veel last. En is nog maar de vraag of ze in ieder geval binnenkort de periode weer terugkomen op de oude niveaus. Een goed voorbeeld daar ook weer van is Hertz Autoverhuur. Dit bedrijf had natuurlijk heel erg veel last van de crisis, want er waren natuurlijk weinig vluchten. Mensen gingen niet meer een auto huren omdat ze niet op vakantie gingen. Winkels waren dicht. Zakelijke afspraken waren natuurlijk minder, dus ja, dan heb je niet zoveel autoverhuur nodig. En dit bedrijf heeft dan ook op 22 mei, zoals genoemd, een Chapter 11 aangevraagd. En dat is eigenlijk een beetje om een faillissement te voorkomen. Kijken we wederom naar statistieken van Robinhood, dan zien we dat op die dag dat het faillissement, of die Chapter 11 werd aangevraagd, het aandeel $56 waard was. En de maandag erop was het in één keer 9 keer zoveel waard, $5.54. Nou, waarom investeren dan in één keer zoveel mensen van Robinhood hierin? Want het steeg ook weer hier, zoals je kunt zien, van 40.000 mensen naar 160.000 mensen. Dus in een paar dagen, of eigenlijk ja, niet eens in 3 dagen tijd eigenlijk. Eigenlijk precies op het moment dat het aandeel op de laagste prijs staat die het lange tijd heeft gehad. Juist omdat het bedrijf zo slecht doet en heel veel slechte scenario's heeft in de toekomst. Misschien wel failliet gaat. Gaan in één keer heel veel beleggers dit kopen. Juist omdat die koers waarschijnlijk, waar die vroeger nog misschien wel $16 of meer dan $20 was. Dat je nu het aandeel op kon pakken voor $55. Maar ja, dat wil dus zeker niet zeggen dat het aandeel gaat herstellen. We zien ook nu nog steeds dat het bedrijf heel erg veel last heeft. Heel veel eigenlijk inventaris moet verkopen, heel veel auto's verkoopt in de hoop dat ze het kunnen volhouden en door kunnen starten. Het is zeker geen garantie, dus eigenlijk al het geld wat je in een bedrijf als zoals dit investeert, wat mogelijk failliet gaat, is een enorm risico en ga er maar vanuit dat de kans dat je het geld dus hierin verliest heel erg groot is. En voordat we naar de laatste twee veelgemaakte fouten gaan kijken, wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Op die manier weet ik welke video's jullie interessant vinden, helpen jullie het YouTube kanaal mee. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Klik dan hieronder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen. En gaan we nu door naar de derde veelgemaakte fout. En dat is beleggen zonder een plan. En dit was eigenlijk goed merkbaar aan het einde van vorige week, de donderdag en de vrijdag. Toen ging het slecht op de beurs. Beurzen gingen hard onderuit. Dat kwam vanwege ja, best wel verschillende eigenlijk negatieve nieuwsberichten. Ten eerste zou de rente lange tijd laag blijven, dus
de economie van Amerika zou er nog niet zo goed mee gaan. Ook in China zagen we eigenlijk dat winkelverkopen lang niet zo snel weer opveerden als dat de economie deed. Dus mensen, consumenten geven nog niet zoveel geld uit. En we zagen ook in China, maar ook in Amerikaanse staten, dat er mogelijk weer een opleving is en dat er een tweede coronagolf aankomt. En veel beurzen reageerden daarop en gingen dus hard onderuit met best wel 5% of zo op een dag. Veel mensen raakten ook in paniek. Ik heb best wel wat berichtjes gekregen van wat moet ik nu doen? Moet ik nu wel verkopen? Om eventueel op een later moment weer in te kopen. En ik denk juist als je zelf die vraag gaat stellen, dat je eigenlijk nog geen goed plan hebt, dat je niet hebt nagedacht over wat je met je beleggingen gaat doen en dat het dus misschien nog wel te vroeg is om eigenlijk te gaan beleggen. Daarom is het heel erg belangrijk om een plan te gaan maken, dat je van tevoren goed nadenkt over wat je wilt gaan doen en welke risico's je wilt nemen. Dat begint er natuurlijk mee dat je gaat kijken van hoeveel geld heb ik elke maand beschikbaar om te beleggen. Dit is geld nadat je al een spaarrekening hebt met dat geld erop. Geld dat je eigenlijk een beetje overhoudt en wat je eventueel ook niet mist. Geld dat je de komende 10 jaar niet nodig hebt, dat mocht er in één keer slechte dagen of misschien wel slechte maanden of jaren aankomen, dat je in ieder geval van het geld af kunt blijven, dat je kunt wachten tot de markt herstelt en dat je misschien dan over 10 jaar het geld er weer uithaalt. Je stelt jezelf ook de vraag hoeveel risico wil ik gaan nemen. Ben je bereid weinig risico te nemen, is het misschien verstandiger om een ETF te kiezen die over de hele wereld investeert, dat je je geld eigenlijk over veel aandelen verspreidt. Wil je misschien meer risico nemen, meer rendement maken, dan kun je losse aandelen kiezen of misschien een combinatie daarvan. Welke looptijd heb je? Dat is eigenlijk de volgende vraag. Het is natuurlijk voor een verschil of je een korte looptijd hebt of een lange looptijd. Heb je 40 jaar de tijd, is het waarschijnlijk interessanter om in ETF's te investeren voor de lange termijn. En mogelijk kun je die dus aanvullen met wat losse aandelen om het op de korte termijn wat interessanter te houden. En zorgen dat je weet hoe de markt werkt. Dat je weet dat eigenlijk regelmatig een crisis is. Dat er dus tijden zijn waarop je geld verliest. Maar dat je juist gaat profiteren van die koersdalingen. Dat je dollar cost averaging gaat toepassen. Dus terwijl de koers daalt, kun je eigenlijk voor hetzelfde geld meer aandelen kopen. Breid je je positie uit. Juist omdat je op de lange termijn richt. En dus weet dat op de lange termijn je meer rendement gaat maken op die manier. En als je hierover nadenkt, denk ik ook niet dat je zo snel in paniek raakt. Want je weet namelijk, het geld wat ik heb ingelegd, heb ik niet nodig. Dat is niet zo erg. Op de lange termijn herstelt het zich wel weer. Ik weet welke risico's ik neem. Ik weet dat het op de korte termijn flink kan dalen. Maar dat het waarschijnlijk, hoe langer ik in de markt blijf zitten, hoe zekerder het wordt dat ik rendement maak. En al die dingen zullen samen zorgen ervoor dat je niet als het zo'n dag is dat in één keer de beurs 5% omlaag gaat, dat je in paniek raakt, maar dat je rustig blijft, goed na gaat denken en mogelijk zelfs gaat profiteren, omdat je weet van lage koersen, kan ik bijkopen, heb ik misschien nog extra geld achter de hand om van deze lage koersen te profiteren. En dan komen we bij de laatste fout en dat is FOMO, Fear of Missing Out. We zien dat eigenlijk dit jaar de beurskoersen gingen hard onderuit in maart, maar ze herstelden ook weer heel snel. En vaak is dat niet het geval, dus ja, als je er niet op tijd bij was, dan heb je weer het gevoel van, oh, de beurs gaat nu weer stijgen, we zijn er alweer voorbij. Laat ik nu snel aandelen kopen om nog te profiteren wanneer de beurs weer omhoog gaat. Maar ik denk niet dat het nu het moment is om volop te investeren. Ja, als je op de lange termijn gaat, echt voor de 30, 40 jaar vooruit, dan maakt het natuurlijk niet uit of je nu al je geld investeert of het een beetje verspreidt. Maar gevoelsmatig zegt het in ieder geval dat het nu niet het slimste moment is. Op de beurs gaat het heel erg goed, maar economisch nog helemaal niet zo goed. We zien natuurlijk dat heel veel economieën gesloten zijn, dit jaar nog met krimp te maken hebben. En dat er dus weer een opleving is en mogelijk dus een tweede golf, een tweede coronagolf later in het jaar. En daar zal de beurs natuurlijk ook weer flink op reageren wanneer economieën gesloten worden. Of in ieder geval heeft weer een impact op de economie. Dus ik denk dat het verstandiger is juist om een beetje een stap naar achter te nemen, een beetje af te wachten, in ieder geval goed na te denken over als er nog een keer iets gebeurt, dat je dan voorbereid bent en dus volop kunt profiteren. En dat is dan ook eigenlijk het advies waar ik deze video mee af wil sluiten. Ga kijken naar welke bedrijven vind je interessant. Kijk ook naar hoe deze bedrijven hebben gereageerd eigenlijk op de crisis een paar maanden geleden. Hoe snel ging de koers omlaag? Hoe snel gingen ze herstellen? Hou deze bedrijven ook de komende tijd in de gaten. Doe nu alvast je onderzoek, dat je eigenlijk alles weet over dit aandeel. Dat mocht er de komende maanden iets gebeuren. En misschien verwacht je dat, misschien verwacht je dat niet. Maar ik denk wel dat er nog iets gaat gebeuren op de beurs. Dat op dat moment wanneer de koers 10, 20% daalt, dat je dan snel kunt reageren omdat je je onderzoek al gedaan hebt en dus volop kunt profiteren van die situatie. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Heb je nu ook nog fouten gemaakt ooit die we nog niet in deze video benoemd hebben? Laat dat in ieder geval weten in de reacties onder deze video. Help eigenlijk anderen met de fouten die jij gemaakt hebt, zodat wij ze niet hoeven te maken. Zodat we eigenlijk van elkaar kunnen leren en dus op de lange termijn ook, ja, eigenlijk voordeel daaruit kunnen halen, meer rendement kunnen maken.
Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Op die manier weet ik welke onderwerpen jullie interessant vinden. Kan ik daar meer video's over maken? En de video wordt natuurlijk eerder aangeraden op YouTube, dus daar help je het kanaal mee. Wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Klik hieronder de video op abonneren. Klik op het belicoontje daarnaast om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.